meneer De Boek. Ik kan me voorstellen dat je natuurlijk voor meer dan een nederlaag naar Lokeren was gekomen. Ja, absoluut. Dat moet de bedoeling zijn van elke wedstrijd die je speelt, waar je ook speelt. Maar daarvoor hebben we te weinig gebracht gedurende de eerste 45 minuten. Veel te veel slechte passes, veel te veel slechte controles, domme balverliezen. Ondanks het feit dat we weinig in de problemen zijn gekomen, denk ik. Alleen op stilstaande fases. Ik denk als je vandaag ziet, en je weet dat natuurlijk als je naar Lokeren komt, als je ziet hoeveel centimeters zij meer tussen de lijnen hebben kunnen brengen vandaag dan wij, dan weet je dat dat een punt wordt in de wedstrijd waar het eventueel wel eens kan kantelen. Maar voor de rest hebben we weinig kansen weggegeven. Ja, dan ga je de rust in met 1-0 en dan weet je dat je moet komen en dan geef je ruimte weg aan de tegenstander. Maar daar hadden wij meer moeten de juiste keuzes maken in de laatste fase van het veld. Hè. Ik herinner mij een aanval met Jeju, die de bal eigenlijk maar gewoon breed moet leggen. Dat staan twee spelers van ons alleen in het centrum om het af te maken. Verkeerde keuzes, maar dat is niet de eerste keer. Ik denk dat dat al een verhaal is dat ik de laatste weken meerdere malen heb moeten zeggen. Dat zie je ook aan onze uitslagen. Hè. Wij verliezen elke wedstrijd met één doelpuntje verschil, maar dat is er één te veel. En daar moeten we iets aan doen. Ik heb je een aantal keer inderdaad boos langs de lijn gezien. Waarom ben je dan precies boos op bepaalde spelers of omdat bepaalde taken niet worden uitgevoerd? Nee, ik denk niet dat het vooral met taken te maken heeft. Ik denk dat het vooral met focus en energie te maken heeft van echt die wedstrijd willen winnen. Ik denk als wij vandaag echt met die mentaliteit vol een bak er tegenaan waren gegaan, dan hadden wij nooit met een nederlaag naar huis gegaan. Maar in het voetbal is dat een wet. Als je die wedstrijd niet genoeg wil winnen, dan kan je ze verliezen. Maar je leeft op hoop, want ik heb me laten vertellen dat er twee, misschien zelfs drie spelers nog naar Mouscron komen. Daar ga ik geen commentaar op geven. Dat zullen we zien op het moment dat die er zijn. Maar op dit moment, zolang dat een contract in de voetbal niet getekend is, ik heb genoeg ervaring om te weten dat dat dan nog altijd kan veranderen. Oké, dankjewel.